Welkom bij deze screencast over eigenschappen van machten. Je ziet hier staan 2 kwadraat keer 2 tot de macht 3. Nou, hoe gaan we dat oplossen? Wat je zou kunnen doen is zeggen, oh, 2 kwadraat, dat is 4. En 2 keer 2 keer 2, hè, 2 tot de macht 3 is 8. En 4 keer 8 is 32. En dan bedenk ik me maar, dat is 2 tot de macht. Nou, gaan we tellen, gewoon 1. 2 keer 2 is 4, keer 2 is 8, keer 2 is 16... Dus je gaat eigenlijk hier zeggen 2 keer 2 is 4, keer 2 is 8, keer 2 is 16, keer 2 is 32. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik krijg hier 2 tot de macht 5. Dan zie je misschien dat je ook kunt zeggen, oh dat is 2 tot de macht 2 plus 3. En dat klopt inderdaad, 2 tot de macht 5. Als je machten vermenigvuldigt, mag je de exponenten optellen. En de exponenten dat zijn de 2 en de 3. Hé, hey, dat is grappig. Een andere situatie krijg je als je dit hebt. 2 kwadraat keer 2... nee, sorry, dat doe ik even niet goed. Tot de macht, dus die moet even weg. Kan ik helaas niet gummen. Dit. Dan krijgen we eigenlijk 4 tot de macht 3... En dat is 4 keer 4 keer 4. Nou, dat is 4 keer 4 is 16. Keer 4 is 64. Oké, okay. Dat is 2 tot de macht. Nou, gaan we kijken. 2 keer 2 is 4. Keer 2 is 8. Keer 2 is 16. Keer 2 is 32. Keer 2 is 64. Oh, hé. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 is 2 tot de macht 6. Dus als je macht tot de macht doet, mag je eigenlijk doen, hè, dus hier staat eigenlijk, is 2 tot de macht 2 keer 3 is 2 tot de macht 6. Nou, dat onderscheid moet je even duidelijk hebben. Een macht keer een macht is exponenten optellen. Een macht tot een macht is die exponenten met elkaar vermenigvuldigen. En als je het niet meer weet, maak je maar gewoon zo'n eenvoudig sommetje met 2 kwadraat keer 2 tot de macht 3. En dan kom je er wel achter. Goed, bedankt voor het kijken.